Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag loopt er in de BIP een schitterende tentoonstelling over de reuzen in Limburg. We zijn trots op de verwezenlijkingen van onze Vlaamse gemeenschap. We zijn trots op de mentaliteit van de Vlamingen. We zijn trots op onze cultuur. Als 11 juli-comité Limburg zetten wij elk jaar een ander aspect van Vlaanderen en dan vooral van Limburg in de kijker. We speelden al jaren met het plan om grote medeburgers in het zonnetje te zetten. Het aantal reuzen in dat Limburg rijk is en was, is ontzagwekkend. Maar het opzetten van zo'n project is natuurlijk niet eenvoudig. Voor eerst moesten we een goed zicht krijgen op de huidige situatie van de reuzen. Dat bracht ons ertoe eerst en vooral een gedegen inventaris te maken van de huidige en de verloren gegaan reuzen in Limburg. Ik ben dan ook bijzonder blij dat wij dit jaar onze vernieuwde reuzen aan u mogen voorstellen en dat wij samen in die prachtige Limburgse reuzenstoet van aanstaande zondag kunnen genieten van die oude tradities, van dat oude Vlaamse folklore, van dat gegeven waar ik denk dat we in Limburg, maar ook daarbuiten, heel trots op zijn. En zo ben ik er ook van overtuigd dat voor een stad als Genk, met een zeer diverse en multiculturele samenleving, minister Bourgeois zou zeggen, met vele nieuwe Vlamingen, wel, in zo'n samenleving denken wij ook na hoe wij daar verder mee moeten omgaan en hoe wij die tradities in ere kunnen houden, maar ook hoe we ze kunnen delen en hoe we ze één kunnen maken van alle Genkenaren, van alle Limburgers, van alle Vlamingen. Maar ik wil eigenlijk eindigen, en vaak doe ik dat met een slogan van onze stad. U weet, iedereen genkt, iedereen bouwt mee aan onze stad. Maar ik denk dat we de komende 8 of 11 dagen de leuze van Genk misschien moeten veranderen. Want u weet, dames en heren, Genk is een reuzenstad. Dank u wel. In 2002, het jaar waarin de 750ste verjaardag van de Gulden Sporenslag werd herdacht, engageerde het comité zich om medewerking te verlenen aan heel wat feestelijkheden en culturele evenementen. Reuzen behoren tot ons erfgoed. Hun ontstaansgeschiedenis zit geworteld in onze gewesten en dit reeds vanaf de 12e eeuw. De UNESCO heeft hen inmiddels erkend tot werelderfgoed. Erkenning waarop we fier mogen zijn. We wilden inventariseren en beschrijven hoe het met de eigen reuzen in onze provincie Limburg is gesteld. Guido Willems was bereid gegevens te verzamelen, te inventariseren, te coördineren, te schrijven, te verbeteren en al de contacten op te starten. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met mijn erfgoed. We zijn Caroline en later Katrien, maar ook Marcel Dumont, gildedeken van de Orde van de Kluizenaar, erg dankbaar voor het toeleveren van ontbrekende gegevens en adressen. Om dit alles prima te laten verlopen, werd verder overleg uitgebouwd, ook met mensen van de BIP, erfgoedcel, mijn erfgoed en de dienstcultuur van deze stad Genk. Meneer de burgemeester, wij danken u en het stadsbestuur en uw personeel voor de medewerking en voor de gulle gastvrijheid die u aan ons en de Limburgse reuzen voorbehoudt. Dank u. Het boek is een geschenk voor alle Limburgers, groot en klein. Guido, je mag er trots op zijn. Wij danken en dan is het eerste boek voor jou en het tweede voor de burgemeester. Thank you.
als ik dat zo allemaal hoor, dan moet ik er ook weer even bij stilstaan van ja, hoe lang we er al aan bezig zijn. En... Willy Orlandini, directeur van Toerisme Limburg, mocht de eervolle vermelding Gulden Spoor uitreiken aan Guido Willems. Ik ben ten zeerste gevleid in mijn hart, ook intens gelukkig en ook een beetje fier dat ik deze cadeau, dat ik laureaat mocht worden van dit Gulden Spoor. Dank je wel.